Daar gaan we. Succes, Geert. Go! Geert gaat ook voor de rug. Dag Tim, u heeft de John Massis Cup bedacht. Hoe bent u daarop gekomen? Heel eenvoudig, door op het kerkhof rond te lopen op een dag, een half jaar geleden. En ik wist eigenlijk niet dat John Massis hier begraven lag. Dus ik schrok daar wel van, omdat het toch een fenomeen was in de jaren 80 als ik jong was. En dan leek het mij gewoon leuk om daar iets rond te doen. De John Massis Cup, dat is bedacht om een krachtwedstrijd te doen. Maar een beetje lollig, het moest niet te serieus zijn. Daarom hebben we de camion gebruikt van de plaatselijke grafdelver. En die moeten mensen dan proberen voortrekken. Eerst in de eerste ronde op afstand, in de tweede ronde op tijd. En straks is de finale om 1:30. In de finale hebben we begrepen dat er heel veel Gent-Bruggenaars op de camion zullen staan. Om er iedereen een beetje bij te betrekken, hadden we het idee opgevat om dus de camion te laden met de mensen die net aan de barbecue zitten op het plein. En dus er zijn 5 finalisten en per ronde zeg maar, zetten we er 5 mensen meer in de laadbak. En de kandidaat die het langste volhoudt, zeg maar, die wint de John Massis Cup. Wel voor te trekken bedoelt, niet voor erop te staan? Nee, voor te trekken, ja. U zegt het is een beetje humoristisch opgevat. John Massis zijn stunten waren ook altijd een beetje humoristisch ingetuind, hè? Wel, er waren 2 kanten aan die man natuurlijk. Hè. Je had enerzijds de showman, het bekende fenomeen. Anderzijds natuurlijk had hij ook zijn zwarte buien, was ook vaak depressief. Maar we houden het vooral heel lollig vandaag. Ja. Dag Bert, de John Massis Cup, de eerste keer dit jaar. U doet mee, dat was zeker geen pretje. Ja, Mark, de organisator hier van Gent-Brugge Leeft, had gisteren gezegd, Bert, kom toch niet meedoen. Ik zei, ik ben niet zo'n krachtpanzer, maar ik wil toch even proberen. Dus vandaag zijn we hier voor die camion vrij te trekken. En het is gelukt daarnet, dus speed. Gaan we nog een keer proberen wat sneller te trekken. Maar het is gelukt om aan mijn gang te krijgen. Vooral het begin is stevig trekken om doorheen te krijgen. Eén keer dat het op gang is, dan lukt het wel. Het is waarschijnlijk een techniek dat je moet hebben voor hem in gang te krijgen. Ik denk vooral uit de benen moeten werken. Hoe uit de benen duwen, daar je kracht gebruiken. Niet enkel op de arm, want dan het niet vooruit te raken. Gent-Brugge feest, Gent-Brugge leeft. Is de eerste keer dat er zo'n Massis Cup is. Heeft dat de reden dat dat hier gebeurt? Natuurlijk heeft dat reden. Die krachtpasser ligt hier op het kerkhof begraven op Gent-Brugge hierin. En de bedoeling was, die grafconcessie ging weg en we moesten inkopen met de opbrengst tijdens van het festival. Maar natuurlijk, het stad heeft een toegeving gedaan en we gaan het peterschap nemen en die gaan ons bij helpen, dus we moeten niet betalen, dus die dat graf weer leggen. Maar we hebben ook heel veel anonieme gifts gehad. Mensen die helpen aan binnensteken voor de graf in te kopen. Dat is wel mooi, hè? Gent-Brugge hangt dus een beetje aan elkaar door dit feest. Gent-Brugge hangt natuurlijk aan elkaar. Gent-Brugge is een sterke bevolking. Iedereen is hier welkom. We hebben veel nieuwe inwoners, we hebben oude inwoners. Iedereen is wel jong en oud. Laat ze maar komen en veteren. Dank u wel. Ik hoor dat het normale criterium zou geweest zijn, een vrouwencriterium meer. Maar het gaat niet door. Dat was vorig jaar het plan om hier, je hebt al verschillende tourcriteriums, natourcriteriums voor mannen in België, om hier met Jesse van den Bulke, de lokale wielerheld, die ook hen Belgische kampioenen wonen, om hier een criterium voor vrouwen te organiseren. Dat is dit jaar niet doorgegaan, maar we hebben tijd gesteld naar volgend jaar wegens een aantal gezondheidsproblemen bij andere organisatoren. Dus volgend jaar is dat zeker het plan om hier in Gent-Brugge ook een koers te organiseren. Ja. Gent-Brugge leeft wel, hè? Gent-Brugge leeft hier heel goed samen. Gent-Brugge leeft enorm. Het is een bruisende deelgemeente van Gent. Heel veel te doen, heel veel toffe activiteiten. Dus leuk om zo samen alle Gent-Bruggenaars hier een toffe buurt van te maken, absoluut.